want daar is een gloednieuw centrum geopend voor de behandeling van mensen met kanker. Dat is baanbrekend op Aruba en geheel nieuw. We spreken met de care manager van dit gloednieuwe centrum, Heidi Dijkhoff. Heidi, goeienacht. Goeienacht. Dag, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Goed, dank je wel. Heidi, kun je ons wat meer vertellen over dit centrum? Waarom is dit geopend? Het meest belangrijke is eigenlijk de zorg, eigenlijk de nazorg. De zorg is goed. Er zijn 2 oncologen op Aruba. Volgens mij is er nu een derde die ook binnenkomt. We hebben oncologisch chirurg. Alles wordt volgens de protocollen van Nederland in samenwerking met de ziekenhuizen, academische ziekenhuizen in Nederland, vooral het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, wordt alles uitgevoerd. Maar ik zag altijd een gat. Ik ben oedeemfysiotherapeut, dus ik zie ook heel veel oedeempatiënten die ook kankerpatiënten zijn. En je merkt aan de vragen van, ja, mag ik trainen? Mag ik dit eten? Kan ik gaan werken? Noem maar op. Dus je merkt dat ze eigenlijk in een gat vallen. Je hebt supportgroepen. Je hebt de Koningin Wilhelmina Kankerfonds. Je hebt de Mary Joan Borstkanker supportgroep. Maar toch merk je dat een bepaalde begeleiding op naast het medische team nodig is. En vooral wat betreft beweging en eigenlijk mentale welzijn. En ik heb de laatste 3 jaar geleden heb ik oncologische revalidatiewetenschappenopleiding begonnen in Nederland. En dat was voor mij al een droom, want ik weet dat dat gewoon heel nodig is. En ik volg de ontwikkelingen in Nederland best wel op de voet. En dat heeft me ertoe geleid om die opleiding te doen en om die patiënten te helpen. En ik ken Annemarie Bijntema, die eigenlijk de oprichter is van Kankercarecentrum in Nederland, 10 jaar geleden. Ik heb ook echt een beetje met haar meegeleefd toen ze dit oprichtte. En ja, het is een beetje een droom voor de patiënten om ze te helpen. Want wat ik net zei, ze vallen gewoon in een gat. In de zin van iedereen vertelt ze wat ze wel moeten eten, wat ze niet moeten eten. Begrip op het werk. Mag ik wel bewegen? Hier is een beetje de mentaliteit van nee, je bent ziek, ga maar lekker in de stoel zitten. Wij doen alles voor je. Maar dan merk je ook, kennende wat betreft alle behandelingen, de chemo en de bestraling, dat dat best wel inhakt op je conditie. Dus die mensen gaan ook heel erg achteruit. En de vitaliteit en de kwaliteit van leven gaat er achteruit. Dus als fysiotherapeut heb ik dat heel vaak gezien. En dat was voor mij eigenlijk de stimulans om dit op te richten. Ja, want wat is er zo speciaal aan de manier waarop jullie deze mensen behandelen? Nou, de behandeling is eigenlijk multidisciplinair met een team van professionelen. Oncologische fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, een klinisch diëtiste, een klinische psycholoog, een ergotherapeut. Dus, want daar komt veel bij kijken. Als je chemo krijgt, dan ga je vaak spugen, je gaat overgeven, je kunt niet alles eten. Je bloedwaarden gaan van slag. Nou, het is belangrijk om goede voeding te krijgen. Anti-inflammatoire voeding die je ook versterkt en ook je helpt om tegen de kanker te vechten. Je hebt ook beweging nodig. De chemotherapie valt je spieren aan, je cardiovasculaire conditie, je krijgt last van chronische vermoeidheid, energieverlies. En daar komt de fysiotherapeut bij te kijken. En de psycholoog dus. Ja, je krijgt ook prednison vaak bij chemo. Mensen raken soms depressief met het idee dat ze kanker hebben. Die hebben ook vaak psychologische begeleiding nog. En niet alleen de patiënt, ook de familie eromheen. Want als de patiënt ziek is, dan is zijn omgeving ook als het ware een beetje ziek. Met de ergotherapeut krijg je ook begeleiding. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat, als toch een patiënt palliatief terminaal wordt, krijg je stervensbegeleiding, maar ook de graded activity, dus leren om weer te gaan werken, de reïntegratie naar het werk toe, verdeling van de energie. Dus dat is onze team op dit moment op Aruba. Je hebt ook oncologische verpleegkundigen, je hebt hier op het eiland. Maar we hebben nog niet in het team van het kankercarecentrum. Maar deze mensen zijn heel erg van belang naast
de oncoloog en de oncologisch chirurg. En wat is eigenlijk oncologische revalidatie, wat het kankercarecentrum doet? Het is echt begeleiden op een moment dat de patiënt al de diagnose krijgt en de familie. Van hoe vang je dat op? Daar kan een psycholoog bij komen, daar kan de ergotherapeut bij komen. Maar ook van oké, ik moet een chemotraject in, ik moet de operatie gaan doen. Nou, het is belangrijk om je conditie en je vitaliteit te verbeteren. Mm-hmm. Om alles beter te kunnen verdragen. Ja. Dus dan ga je gewoon de prevalidatie, de prehabilitatietraject in. Dat is best wel bekend in Nederland. Ik zag dat het Erasmus ziekenhuis het doet. Catharina ziekenhuis in Eindhoven doet het ook. En in Maastricht. Voordat je de operatie ingaat, vooral bij hoofd- en halskanker, leverkanker, grote buikoperaties, dat je dan eigenlijk eerst gaat trainen. Ja. Een aantal weken gaat optrainen, dat je conditie zo goed mogelijk is. Want dan verklein je of minimaliseer je risico op complicaties en langere tijd in het ziekenhuis en in intensive care unit terechtkomen. Want nou, dan hoeven we maar niet eens aan de kosten te denken, maar puur aan de tijd dat iemand in het ziekenhuis ligt. En het herstel is dan ook sneller of korter als je in goede conditie bent. Ja, want ik wil je niet onderbreken hoor, maar ik ben heel erg benieuwd naar het kostenplaatje. Want even afsluitend, hoe ziet dat er momenteel uit? Wordt het allemaal vergoed op Aruba? Van het kankercarecentrum, wat nu op dit moment wordt vergoed, is de oncologische fysiotherapie. En dat krijgt een patiënt preoperatief 30 behandelingen mm-hmm. en postoperatief 30 behandelingen. En dat is dan eigenlijk per behandeljaar of per moment dat de indicatie. Bij postoperatief is het vanzelfsprekend tot 3 maanden na de operatie. Maar daar is alles ook mee gezegd. En dat is niet voldoende. Als je het hele chemotraject ingaat voor een paar maanden en je 2 keer per week moet oefenen, heb je veel meer nodig. En dat wordt helaas nog niet vergoed. Diëtisten wordt niet vergoed. Ergotherapeut ook niet. En de psycholoog wordt vergoed als je een ambtenaar bent en je een aanvullende verzekering hebt van de overheid. Er zijn ook mensen hier, dus bepaalde particuliere instellingen, die ook een particuliere verzekering hebben. En die hebben dan een aanvullende verzekering, dan wordt het ook vergoed. Maar het is eigenlijk sumier, het is nog niet genoeg. Nee. Op welke manier proberen jullie daar verandering in te brengen? Nou, we hopen binnenkort, want de AZC, de Algemene Ziektekostenverzekering van Aruba, is eigenlijk verankerd in de grondwet. Het is vanuit de overheid. Het is voor iedereen. En het parlement en de ministers hebben daar het laatste woord over. Dus we hopen binnenkort, we hebben op zich al een afspraak, om een presentatie te kunnen geven in het parlement aan de gezondheidscommissie van de overheid. Om het belang van zo'n instelling naar voren te brengen, van het kankercarecentrum, om alles zo goed te kunnen krijgen. Daar hopen we op. Ja. Want dan moet het, omdat het in de wet verankerd is, moet de wet veranderd worden. Dus het moet door het parlement gaan. Ja, dat is dat gaat natuurlijk niet over 1 nacht ijs. Maar nee. Dank u wel dat u hierover wilde vertellen. Heel veel succes bij het werk en bedankt dat je hierover wilde uitweiden met ons. Graag gedaan en hartstikke bedankt voor de interesse. Yes, een fijne nacht.